Fijn dat jullie er zijn. Niet op het ras, wel hier om je eigen bewonerscommissie op de kaart te zetten. Toen we begonnen met een nieuwe website te maken, zei Rick, ja, maar dan zou toch ook elke bewonerscommissie een eigen pagina moeten. Wat we gaan doen is, we gaan eerst per bewonerscommissie een account aanmaken, waarmee jullie ook, dat account houden jullie. Jullie maken zelf een wachtwoord aan en eenzelfde gebruikersnaam, die kunnen jullie dus ook zelf onthouden als het goed is. Als je hem vergeet, is er ook weer een automatische tool om het weer op te vragen, dus dat komt allemaal goed. En als je er nou één opzet, kan je het dan ook veranderen? Ja, ja. Oh, dus ja. Je kan elke keer weer inloggen en je kan elke keer weer bij je eigen pagina en alles weer veranderen. De pagina is zo opgebouwd dat er eigenlijk maar redelijk weinig opties zijn, dus er kan ook redelijk weinig fout gaan. Dus er is één foto, één tekstblok en één stuk contactgegevens en als die ingevuld zijn, als het goed is, heb je een redelijk goede pagina per bewonerscommissie. Huurgenoot.nl, schrijfstreek. Welke browser? Internet. Het liefst Firefox, dat werkt het beste. Dus dan moet naar wp-admin, dan krijg je dit te zien. En je maakt er zelf login ervan, maar wp-admin. U zit goed. Dit zien jullie nu voor je. Nou, niemand heeft nog een gebruikersnaam, want we hebben nog geen account aangemaakt. Dus linksonder staat heel klein, registreren. En daar kunnen jullie allemaal op klikken. Dus je mag nu elke gebruikersnaam die je zelf wil invullen, maar die je kan onthouden. Dus misschien de naam van je bewonerscommissie lijkt mij een erg logische gebruikersnaam. Iedereen heeft een gebruikersnaam bedacht. Vul daaronder je eigen e-mail of het e-mailadres van je bewonerscommissie in. Het is wel van belang dat je daarbij kunt. Iedereen die erin zit, als je refresh nu, dan kom je op deze stap. Ja. Links staat commissies, dat is waar we vandaag hier zijn, hè? Omdat we ook commissies zijn. En als je daar op klikt, dan over die alle commissies, dan zie je nu een aantal, die heb ik vooraf ingevuld. Dit zijn neppers. Dus dit is nog niemand ingevuld, want nog niemand heeft de commissie aangemaakt. Maar het fijne daarin is dat er al een voorbeeld staat voor iedereen. Uiteindelijk gaat het er zo uitzien. Dus ruimte voor een foto, ruimte voor tekst, de naam van de bewonerscommissie en contactgegevens. Daar draait het om. Nu wordt het leuk. Nu kan iedereen zijn eigen bewonerscommissie gaan aanmaken. We gaan terug naar waar ik net was. Dus als ik nu een bewonerscommissie... gaan we boven de bovenste en als je dan op kopieer klikt, dan heb je al een beginnetje. Dus dat is lekker. Dus ik klik nu op kopieer. En dan zie je, komt er een nieuw concept. Dan ga je in. Nieuw concept, klik maar. Nieuw concept, ja, goed. Dan zie je boven, bewonerscommissie Kromme Meijer staat of een andere waar je op aangeklikt hebt. Dat kan je veranderen in je eigen bewonerscommissie. Dat spreekt redelijk voor zich. Als je nu hieronder kijkt, dit is de inhoud van de pagina. Je ziet links een blok en rechts een blok. En dat komt overeen met het linker blok hier en het rechter blok hier. Dus je herkent de pagina die het uiteindelijk wordt. Je kan boven elk blok gaan hangen en dan komt er een groen dingetje en dat pennetje, dan kan je het blok aanpassen. Als je het groene dingetje gaat hangen en je klikt erop, dan krijg je een soort van Word-achtig dingetje te zien. Die kan je groter en kleiner maken als je het onhandig vindt. En hier kan je oneindig intypen. Dit vind je mooi? Ja, een beetje saai. Beetje saai, nu nog middernacht. De meeste mensen hebben nu een pagina aangemaakt voor een bewonerscommissie. Alleen foto, daar krijg je nog wat vragen over, dat is de laatste stap. Die zit hieronder, als je naar beneden scrollt, staat een beeld in wat nu nog niet telt. Als je die verwijdert en je doet een nieuwe, dan krijg je een blokje en dan kan je gewoon vanaf je computer een foto heen slepen. En dan kan je opgaan en dan staat hij er. Dan heb je al je tekst, dan heb je je foto, dan heb je contactgegevens en heb je je pagina rond. Ik ga nu even bij iedereen langs, om iedereen eventjes die er nog niet helemaal uitkomt, het zo goed mogelijk op te zetten. Met een beetje hulp kom je al op de basis. Hè? En dan zullen het vaak nog dingen zijn als we willen de foto anders, we willen de tekst later nog aanpassen. En dan is het relatief makkelijk als het eenmaal staat.